Ja. Dus in 1981, die plaat met Lennart Nijg, die heette dan gewoon Fred Pieck. Ja. En het eerste nummer van kant 1 speel ik dan. En dat heette Locomotief, dus dan wil ik gelijk het verzoeknummer van Karel. Van Karel. Oké. Dan kan die straks kiezen of die nog blijft luisteren of dat hij denkt, nou, dit was het. Ja, of hij kan heel... Maar hij blijft wel luisteren. Ja, of hij kan heel rustig naar bed dalen. Oh ja, kan hij dan rustig... De belofte kan, is... Kan hij toch nog wel even wachten tot 10 uur, of niet? Ja, dat ook. Locomotief heet het. Jij was zwart, je was zo mooi, wat had je naar u? Al was je dan wat zwaar gebouwd en had je wel eens kuren. Je was me al die jaren trouw, ik was met jou tevreden. Oh, hoeveel keren heb ik jou bestegen en bereden. Had je dan nog niet zo licht, vooral niet met hun tegen. Toch heb ik vaak jouw kippenkast met liefde losgeregen. Je was een uitgestorven merk. En echt de fiets van adolen, dames rijden stoer en sterk, met een gezondheidszadel. Lief, mijn lieve locomotief, ik kan maar niet bevatten. Lief, mijn lieve locomotief, waarom liet ik je? Zo vaak bracht jij me naar een vrouw, waar ik bleef overnachten. En jij aan een lantaarnpaal, geketen moest dan wachten. Vaak nam ik meisjes achterop, maar als je haar een prut vond, dan liep je achterband weer leeg, zodat ik mooi verschut stond. En soms wanneer ik op je klom, vond jij me te besopen, dan donderde je plat weg om. En wist ik moet lopen. Oh, waarom stond je niet op slot? Waarom moest dit gebeuren? Hier sta ik met mijn strippenkaart in de tram te treuren. Lief, mijn lieve locomotief, ik kan maar niet bevatten. Lief, mijn lieve locomotief, waarom je jatten. Even huilen. Maar in de stad zeg ik opeens, een meisje op je rijden. Ik rende tot ik jou en haar de pasvist af te snijden. Mijn dames rijden, hou de dief. Mijn rijwiel en die dame. Toen zag ik haar, ze was zo lief. Nu heb ik jullie samen.